Ik doe zo mijn best, hè, deze. Zo klein? Nee, zo klein. Jij en ik zijn geen vrienden, hè? Nee. Ze baalden als een sticker laatst voor mij toen ze bij ons was. Ja, dat. Ze zetten op een mat liggen in plaats van op een bank. Oh. Was een bank? Nee. We hebben Lisa en Brendan even naar huis gebracht. We staan in de lift, waar ik niet zo goed tegen kan. Ik word er altijd een beetje raar van. We hebben kersteten gehad met de familie. En we gaan nu weer onderweg naar huis. Ik voelde een hele grond zo gaan, zeg maar. Ja. Heel irritant is dat. Hier is de vloer gewoon grijs. Maar bij Lisa boven op de verdieping is de vloer roze. Ik zou de volgende keer denk ik wel even filmen als we hier gauw eens een keertje weer komen. Outside. Vandaag is het derde kerstdag, wat natuurlijk niet echt een derde kerstdag is. We moeten nog steeds de verjaardagsversiering opruimen. En we gaan dat vandaag vast wel doen en anders hebben we nog een week vakantie, dus dat komt wel. En we gaan nu eerst naar de Hornbach toe om te kijken of er een nieuwe plant is voor bij ons op tafel, want die heeft het niet gehaald. Zou ik eigenlijk moeten repeteren voor in de kerk, maar ze hebben besloten dat we alleen maar zondagochtend gaan repeteren en ik ga dan piano spelen, dus we hebben een dagje vrij. Het is iets later, we zitten in de auto met een nieuwe plant waar we het mee gaan proberen, die niet heel moeilijk te onderhouden is. Het is de Calathea zebrina, als ik het goed uitspreek. Hoe gaat hij naar beneden dan als je niks meer doet, toch? Ja, ik wil ook. Hebbes. Net daaruit gepakt. Het is vandaag zondagochtend. Het is 20:10 en ik ben nog niet helemaal klaargemaakt. Ik ben even wat aan het eten. 7:45 word ik opgehaald door mijn vader. Dan gaan we samen naar de repetitie van de kerk. Ik speel vandaag piano, hij speelt gitaar. We gaan dus heel vroeg, omdat we nog moeten oefenen. Dat hebben we nog niet gedaan. Normaal zijn de repetities vrijdag. Ik weet even niet waarom ervoor gekozen is om dat nu niet zo te doen. Maar is het ook een troep daar? Weet je wel, hè? Zoals je ziet, het is nog super donker buiten. 7:45 geweest. Langzaamaan wordt het wat lichter. vandaag haar verjaardag. Dus we gaan nog even een cadeautje inpakken zo. Vandaag is het maandag en we zitten in de auto onderweg naar Groningen, want ik ga naar de kapper. Judith die komt ook nog. En ik ga eens even kijken wat er mogelijk is. Maar ik zou het wel leuk vinden om krullen in mijn haar te hebben. We gaan zien of het lukt. En de kapper waar ik naartoe ga is de hoofdzaak. En Johannes zit ook in de auto. And it's a beautiful day. Het is een beetje een soort pietermens. Nou, bij de kapper. Permanent en dit is. En het duurt heel lang in totaal. Van 2 tot half 5 ongeveer. Ik heb nu een koude vloeistof op mijn hoofd. Maar dit ruikt dan wel weer aangenaam. Het ruikt wel gewoon apart. Ja, ik ruik die geur er dan wel doorheen, maar het stikt niet zo erg meer. Daar zit Johannes. We hebben een kopje koffie en Lisa is aan het werk. Zal ik er verder van zeggen? Kijk zelf maar.